Jongens, we zijn vandaag in Amsterdam. Het haar gaat eraf. Het is heus. Ik ben het echt helemaal zat. Het is zo lang geworden. Dus ik zit hier met Matje en die is aan het genieten van mijn koep. Maar ik dacht, als we toch in Amsterdam zijn, kunnen we misschien een cheat day aan vastplakken. Want ze hebben hier zulke lekkere dingen allemaal. Ik heb nog niet gegeten, het is alweer 11 uur. Ik had even een gesprek en daarna ben ik hierheen gekomen. We gaan trainen bij wat vroeger Sports World was, maar nu Train More. En het zit in mijn oude buurtje, Amsterdam Oost. Matje is erbij, zoals ik al zei. We gaan een chest day doen met nog wat variatie, geloof ik. En daarna moet ik naar de kapper. Maar eerst tussendoor ook nog even wat eten. Kijk even wat er aan cheats is. Ik zie sowieso al een Domino's voor 5 euro, maar ik weet niet hoe laat die open gaat. Ik weet niet of we dat redden. Febo is ook nog dicht. Kwekkenboom is wel open en daar hebben ze ook lekkere dingetjes. Dus er zijn genoeg opties. Laten we met deze vlog gaan beginnen, maar eerst de intro. Zo, het lijkt hier wel een disco, hè? De laatste keer dat ik hier was, was dit dus allemaal squashbaan. Nou, het is wel echt veranderd. Super mooi hier. Niet dat die andere niet vet was, hoor, maar het is gewoon wel eventjes flinke verandering. Hoop dumbbells ook. Oké, jongens, laten we gaan beginnen. Bench press, even lekker opwarmen en dan slopen.
een zware deur dit. Man, man, man. Ja, ja. Hard checken. Het was echt top om weer in een andere gym te zijn. Ik ben natuurlijk zo gewend aan dezelfde apparaten constant. Maar dan is het lekker dat je een beetje kan afwisselen. Sowieso die dip was heerlijk. Die preacher curls waren heerlijk. Allemaal plate loaded. En de apparaten daar zijn gewoon top notch. Allemaal techno gym. Niks op aan te merken. Echt relaxed om weer even terug te zijn. Samen met Martje. Maar nu gaan we de cheat day in Amsterdam beginnen. En ik hoop dat de Domino's open is. Want dan rammen we even een pizzatje naar binnen. Oude buurtje bro. Martin, hij is open. Hey, hey. Domino's. Pizza. Ze hebben wel mooie plaatjes tegenwoordig. Laat af. Kijk, dat is een medium pizza. Fungi. Oh, twee pizza's voor een tientje. Waar haal die nog? Hè, tegenwoordig. Een pizza voor ontbijt kan geen kwaad, hè? Vind ik ook. Proost. De eerste cheat van de dag. Echte Amsterdamse cheat, hè, echt Domino's. Oh, ja, lekker, lekker, lekker. Proost. Iets smakelijk. Wat ik het chillst in dat vega eten is dat je gewoon even compleet nieuw gaat nagedenken over eten, weet je wel. Ja. Want je moet nieuwe combinaties doen, je krijgt opeens veel meer andere voedingsstoffen binnen. Dus er is veel meer mogelijk dan je denkt, zeg maar. Dus het verrijkt je leven echt, man. In plaats van maar die good old chicken, ja. Rice en greens, weet je wel. Mensen denken van, oh, maar nu kan ik dit allemaal niet meer. Maar als je vegetarisch wordt, dan zie je ineens duizenden andere opties. Ja. Die je normaal niet zou zien. Dus eigenlijk... Ja. Dat is alleen maar extra. Dat was voor mij de reden, gewoon een beetje variatie. En toen had ik geen zin meer in vlees. Precies. Jongens, timelapse zit erop. Ik ga even die koek scheren. En afscheid nemen van Matje. Proost. Hoi. Nou, we zijn in Hartje Amsterdam, bij Coupe de Tat. En dit vreselijke kapsel moet straks weer helemaal smooth komen. Vlot kapje ervan maken. Ik ben echt blij dat het weer een beetje fris is. Ja. Johnny Bravo is back. I'm Josie. Kijk. Netjes hoor. Hartje Amsterdam bij Tazzini. Ik heb hier een appeltaart met slagroom. Die gaan we even naar binnen rossen. Caloni met pistache. Dat is lekker. En ik krijg nog een koffiebroodje, maar die zit nog even in de oven. Ja, kijk. Dankjewel. Warm koffiebroodje. En het is een flink ook. Dus ik weet niet of ik hem in één keer opkrijg. Maar anders neem ik gewoon de helft mee. We eten die later op. Timelapse, let's go. Nou, die zit er weer in. Ik ga door naar de volgende afspraak. En daarna kijken of we iets met eiwitten drinken. Cheats mogen natuurlijk ook wel eiwitten hebben. Dit was echt alleen maar koolhydraten. Oeh. Vrouwtje moet even sijpen, andere vrouwtje. En als jullie mijn tijd volgen, weten jullie dat hier ook een vegan junkfoodbar in de buurt zit. Daar gaan we even een lekker snackje halen. Dus nieuw op het menu, Smack and Surf, Surf and Smack, één van de twee. Maar dat zijn dus vegan shrimps, die zitten dus erin, met een Beyond worst en allemaal gekke kleuren, drizzle, een saus eroverheen, volledig vegan. Een soort van tempura shrimp, zo goed. Ik heb
niet helemaal gefinished, alleen de helft van het broodje overgelaten. Maar de Beyond Worst en de Vegan Shrimp zijn helemaal op. Super lekker, echt een aanrader als je hier bent. Er zijn 3 filialen of 4 filialen in Amsterdam en eentje in Rotterdam, sowieso checken. Welkom bij de bestelling. Hey, goeiedag. Wat voor vegetarische opties hebben jullie? We hebben 1 burger van Groenteburger. Oké, okay, zou ik 1 zo'n burger mogen hebben? Ja, wat bedenk ik? Met een menu of een broodje? Een minuutje alsjeblieft. Mag ik van jou ook nog een King Fusion met Oreo? Die chili cheese nuggets zit ook geen vlees in, toch? Doe maar die onion rings eigenlijk. 6,29. Fusion King. Is volgens mij gewoon een McFlurry. Oreo zit erin. Coke Zero. Kan nooit ontbreken. Dan hebben we hier 6 onion rings. Uiteraard heb ik er ook ketchup bij. Kan niet ontbreken, jongens. Dit is dus die veggie burger. Nou, zo mij benieuwen. Het heeft even geduurd voordat hij klaar was, dus hij is wel helemaal vers. Dat heb je, hè, als je van die debiele dingen bestelt bij de Burger King. In Amerika hebben ze dus al Beyond Burgers bij Burger King. Of Impossible, een van de twee. Maar, nou. Oh. Hey. Het is gewoon een aardappelschijf, joh. Ik vind echt niks. Ze hebben echt niet hun best gedaan. Ik vind het wel van... Oh, voor die ene gladiool die 1 keer in de maand langskomt, kunnen we wel iets vegetarisch doen. Maar het is letterlijk gewoon gestampte aardappels met mini stukjes wortels, mais en doperwten erin. Ja, daar is niks mis mee. Hij zit erin. Het is gewoon McFlurry. Ja. McFlurry zijn beter omdat ze meer gevuld zijn. Met sausen en zo. Zout met zoet afwisselen natuurlijk, hè. Uierringen. Oh, mijn tanden doen pijn. Eerst die hete burger. Toen het koude ijs. En nu die hete uierringen. Wat een sloper. Vet slijmerig, man. Is ook geen aanrader dit, hoor. Ja. Dit is het einde van Cheat Day Amsterdam, omdat ik zo Amsterdam uitrijd, dus dan telt het niet meer. Dan ben ik er ook echt klaar mee. Oh. Was het leuk? Niet echt. Ik vond de Clean Day veel leuker om te doen. En ik denk ook dat het ook veel lekkerder is om gewoon echt gezond eten te eten. Het kost mij echt geen moeite. Als het eten maar lekker en veel smaak heeft. Mij doe je echt geen plezier met al die fastfood shit. Zijn er nog andere challenges die ik moet doen? Laat me hieronder weten. Duimpje omhoog als je het lekker vond. Leuk vond. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.